Ja, dames en heren, wat heb ik nou weer gemaakt? Nou, wel nu. Ik had dus een hele hoop letjes over. Vanwege dat stoplichtengedoe voor de corona, weet je wel. En ik dacht van, ja, kan ik daar nou niet iets leuks mee gaan doen? En nou, toen dacht ik van, ja, een reletje, dat is eigenlijk gewoon, dat is eigenlijk een ding uit een telefooncentrale. Je hebt een elektromagneetje en als je dat aandoet, dan trekt hij een schakelaar aan en daarmee kan je dus twee telefoons verbinden. En wat je dus ook kan doen, is daar natuurlijk gewoon allerlei grappige logica-schakelingen mee maken. Zoals je dat in de digitale techniek hebt. En dat is natuurlijk heel ouderwets. Maar de grap is dat je dan elektronica krijgt die dus gewoon echt geluid maakt. En dus die eerste computerpioniers, die hebben dus met relais de allereerste computers uitgevonden. En het leek mij wel leuk om dat eens na te apen. Dus nou, dat heb ik dus hier gemaakt. En dan heb ik hier zo'n mooi schetstekeningetje gemaakt. Wat er is gebeurd, zeg maar, die bovenste twee dingen daar zo. Deze drie eigenlijk, drie relais, dat is gewoon een klokschakeling. Dus hier zo komt een klokje binnen. En hier zit dan een edge detector. En dan heb ik hier zo'n soort versterkertje voor de klok. Want ja, ik ga heel veel doen met die klok, want ik ga allemaal flipflopjes doen. Dus die klok die gaat dan weer hierin, in die onderste schakelaar. En dat is een soort. Dat zijn twee D-flipfloppen. Eentje hier en eentje hier. En die zijn aan elkaar verbonden. Dus en een D-flipflop, dat is eigenlijk gewoon een geheugending. Wat een bitje op kan slaan. En nou is het zo dat het bitje wat hierin komt. Via deze D-input. Die wordt doorgegeven aan de volgende flipflop. En die gaat dan op het eind gaat hij een inverter in. En dan gaat hij weer helemaal terug naar het begin. Dus wat je dan krijgt is een soort schuifregister. Lampje aan, lampje aan, lampje omgekeerd, et cetera. En dat gaat zich zo ronddoen. Dus nou ja, ik dacht van, zo komen we de middag wel door. Dus nou, zal ik hem eens aanzetten. Laat ik eens even doen hoor. Kijken, nou, hier zie je hem dus. Het is een beetje grootmoeders klok. Kijk, en hier zo in het begin is hier dus het klokinputje van het groene draadje. En iedere keer als het lampje aangaat, dan krijg je hier zo'n lichtflitsje. Dat is dus die positive edge detector. En dat gebruik ik om in die D flipflop een bitje op te slaan. Dus iedere keer als je hier een flitsje ziet, kan hierachter kan iets veranderen. Nou, en hier zie je dus dat schuifregister in zijn werk. Hè. Dus hier gaat er eentje aan, dan gaat die aan, dan gaat die omgekeerd. En dan gaat die weer aan, enzovoorts. Nou, leuk, hè? Dus hebben we grootmoeders klok gehad. En inderdaad, die dingen die kunnen dus inderdaad een aardig soort breimachine-achtig geluid maken. Dus dat zal ik eens even laten horen als ik langzaam naar de klok om ga. Hè, want boys will be boys. Kan die harder? Nou, kan die natuurlijk. Kijken of we hem kunnen laten breien. Grappig, hè? Nou, dan moet je je zo voorstellen dat als jij dus een laptop koopt waarop staat een Intel met 3 gigahertz. Die gigahertzen, dat zijn natuurlijk van hoe snel die logica gaat. Dat gaat dus dan 3 miljard keer per seconde. Nou, dit gaat ongeveer iets van 3 keer per seconde. Dus het gaat 3 miljard keer zo langzaam als je laptop. Maar het kan dus met 3 keer per seconde kan je al heel wat. Nou, als ik nog eens wat harder ga. Toch wel grappig. Dankzij die aard van dat schuifregistertje wordt dus die beginklok van het groene lampje wordt dus eigenlijk door 4 gedeeld bij die blauwe lampjes, zeg maar. Dus wat je in die blauwe lampjes ziet knipperen, dat gaat daar in het begin bij het groene lampje echt 4 keer zo snel, hè? Nog eens wat harder. Er komt natuurlijk een moment dat hij het niet meer doet. En nu hebben we een soort dieselmotortje. Naaimachientje. Grappig, hè?
Ja, nu stopt hij. Dus nou, tot hier ongeveer kunnen we komen. Dus nou, ik zie dat groene lampje ongeveer wat 4 keer op en neer gaan per seconde. Dus dan gaan we ongeveer met 16 hertz zijn we nu aan het rekenen. Niet interessant. Nou ja, zo kom ik mijn zomerdagen wel door met die hit. Hè? Jullie worden weer gegroet. Tot ziens. Grappig.